Het is echt niet normaal dat er zoveel verhalen over raafzwaaien zijn. Het is echt niet normaal. Ja, ook dat die gewoon neergeschoten is. Nooit wat van gehoord, hè? Hoi, ik ben Raaf, 11 jaar. Hoi, ik ben Sebas, 12 jaar. Wij hebben dit boek gemaakt door ouderen in Ravenswaaij te interviewen. We hebben een wensenboom in de speeltuin. Dat is een iets waar mensen ideeën kunnen instoppen. En dat, met de klas gaan wij dat uitbrengen. En er was iemand die had een idee over om van oud Ravenswaaij een boek te maken. En daardoor zijn we mensen gaan interviewen. Er zijn niet veel van dit soort boeken. In totaal zijn er 500 gedrukt. 250 zijn naar mensen in het dorp gewoon. Ieder huishouden heeft één boek gekregen. Voor de rest de andere 250 die werden verkocht. Ik deed mijn interview over Gerrit van de Oever. Die woonde hier in de oude posthoorn. Nou, dit is de vernieuwde posthoorn. De oude posthoorn is voor een deel afgebrand. Heel leuk. En ook heel interessant. Dit was de oude posthoorn. Alleen een deel, ze verhuurde ook een deel aan mensen. En dat is in de fik gegaan en toen is het opnieuw gebouwd. Ik dacht zo van, de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het was oorlog, maar niet alleen oorlog. Het was ook gewoon best wel coole verhalen die erbij komen. Ik heb Jan Borgerstein geïnterviewd en die vertelde over dit huis. Hierachter, er kwam een Duitse voertuig, een Engels jachtvliegtuig. Die had hem beschoten, maar die kwam door het dak. Daar lag Fientje van Eck te slapen en die is toen doodgeschoten. En een jongere broertje, die moest zijn been amputeren. Zo dat dit gebeurd is in ons dorpje. Zo klein en dan toch best wel wat gebeurd. Maar ook gewoon dat de postvorm afgebrand is en dat iemand gewoon over de dijk liep en die zag dat en die ging gewoon even de voordeur in trappen. En die klokken rijden. Dat vind ik echt heel gaaf. Ja, maar dat, zo is Ravenswaaij wel.